Er zijn er ruim 12.000. We hebben ze hard nodig voor kermissen, evenementen, supermarkten. Ik heb het natuurlijk over vrachtwagens. Maar al die 12.000 vrachtwagens moeten wel bestuurd worden. Daarvoor heb je een goede rijopleiding nodig. En laat dat nou hetgene zijn wat Verkeersschool Blom ons te bieden heeft. Verkeersschool Blom beschikt over een heleboel vrachtwagens die constant de weg op gaan om jonge chauffeurs op te leiden. Ikzelf volg er ook een rijopleiding bij en heb met hun samenwerking het voor elkaar gekregen om voor jullie deze documentaire te maken. Welkom bij de opleiding Hoe word ik vrachtwagenchauffeur? Mijn naam is Jochem. Ik volg een chauffeursopleiding bij Verkeersschool Blom, een van de grootste rijscholen van Nederland. En wij hebben hem toch maar mooi in ons kleine Etten-Leur. De opleiding is superleuk, maar ook complex. Heel complex. Je wordt niet zomaar chauffeur. Er komt heel wat bij kijken. Meer dan je waarschijnlijk denkt. Om mij een beetje op weg te helpen, zal Blom mij helpen bij het opleidingstraject. Tijdens mijn traject heb ik de camera meegenomen, zodat jullie alle stappen mee kunnen kijken. Ook tijdens de rijlessen. Maar dat mag nu nog niet. Voordat je überhaupt achter het stuur mag zitten, moet je eerst opnieuw theorie-examen doen. En niet één keer, maar drie. De eerste moet je voor je eerste rijles halen. De andere twee mogen ook later. Dus Jochem, voorlopig mag je nog niet de weg op. Laten we eerst eens langsgaan bij het hoofdkantoor. Zij kunnen mij vast op weg helpen met de benodigde papieren die ik moet halen. Goedemiddag. Goedemiddag. Margriet is de naam. Jochem, ik wilde graag een rijopleiding tot vrachtwagenchauffeur volgen. En ik hoorde dat dat bij jullie kon. Ja, dat klopt helemaal. Kan ik daar wat meer informatie over krijgen? Absoluut. Heb je even tijd, dan kan ik je het een en ander laten zien. Zeker weten. Oké. De theorie bestaat uit drie boeken. Verkeersregels, techniek en documentenwerk. In het eerste boek komt ook een klein beetje theorie van de andere twee boeken langs. Je bent niet verplicht om de andere twee boeken te doen, echter krijg je dan geen code 95. Naast de twee extra theorieboeken bestaat code 95 ook uit twee praktijktoetsen. Eentje gaat over manoeuvreren, de andere over laden en lossen. Pas als je al deze toetsen gehaald hebt, plus je gewone rijbewijs, mag je pas voor een bedrijf goederen gaan vervoeren. Nu ik mijn theorie gehaald heb, is het tijd voor het echte werk. Laten we eens naar het hoofdterrein gaan waar alle vrachtwagens opgesteld zijn. Misschien mag ik alvast een kijkje nemen in mijn leswagen. En
En hier staat hij dan. Een DAF XF uit 2018. 9,5 meter lang, 2,55 meter breed en bijna 4 meter hoog. Ja, dit is geen half werk. Maar laten we hem eens van binnen bekijken. Een van de belangrijkste onderdelen zijn de spiegels. Daarmee check je onder andere het verkeer rondom je vrachtwagen, maar ook of je achterwiel mooi langs de rand van de weg blijft tijdens het insturen. Tijdens de rit is het belangrijk om constant je snelheid, toeren en dashboardlampjes in de gaten te houden. Deze hendel is mijn favoriete onderdeel van de vrachtwagen. Hiermee activeer je de retarder en motorrem. En met deze bewegingen kan ik schakelen. En let op, dit ding heeft maar liefst 12 versnellingen. Vandaag is de dag. Ik ga op rijles bij verkeersschool Blom. Als het goed is, komt mijn instructeur Bas zo dadelijk aanlopen. Jochem, Bas. Goedemiddag. Hoi, Bas. Ben je al rijden? Na de korte kennismaking gaan we eerst wat technische aspecten van het rijden doornemen. Je moet immers rekening met je afmetingen houden, je positie op de weg en, waar nodig, je snelheid aanpassen op de situaties. Nu de instructies gedaan zijn, gaan we naar buiten. Maar voordat we gaan rijden, controleren we eerst het voertuig. Want hij zou maar toch niet in orde zijn om mee te rijden. We checken eerst rondom op schade, dan checken we de voorruit, spiegels, de banden, de zijbescherming en als laatste de verlichting. Oké, alles is in orde, klaar om te gaan. Hier even goed uitkienen, want het is wat smaller hier. Ja. Dus lekker rustig blijven. Mm-hmm. Maar lees ik in de motor. Rechtuit. Juist, nou kun je pas wegsturen. Op de rotonde gaan we naar rechts. Nog iets meer, nog meer, nog meer. Je zit met de vracht achterin en dat beweegt net zo hard mee, ja, als jij te snel gaat. Hou rekening met die Scania. Eens kijken naar dat brommen, de fietspad hier. Ja. Want er kunnen brommers vanuit dat bromfietspad zo de rijbaan opkomen. Kijk, en op dit moment, Jochem, kun je die frontspiegel ook heel goed gebruiken. Ja. Mm-hmm. Om te kijken hoe dicht jij bij dat paaltje zat. Hé, hey, want dat gebruikte je niet, zag ik. Nee. Nee. Hulpmiddelen. Probeer zo meteen het volgende eens, Jochem. Mm-hmm. Gewoon naar die drempel toe rijden. Rij maar naar die drempel toe. Nu gas los, rustig bijgaan, rem los, laat hem eruit rollen en nu gas gaan geven.
rustig aan gas. Zie je dat het vloeiende gaat? Ja. Ga je weinig overzicht? Probeer hem er onder de taal als het komt. Ja, stuur. Zo met de rekening. Daar met dat stoeprandje. Oh, net niet. Nee, inderdaad. En daarom is het belangrijk om die ruimte te gaan zoeken. Ja. Als je de spiegels wil controleren, goed. Dan pak ze dan alle twee, of? Pak hem iets rustiger op. En op het moment dat jij zoveel gas geeft, kan die lading ook dit gaan doen natuurlijk. Ja. En erachter. Langzaam dat het duurt voordat die snelheidsmeter teruggaat. Ja. En dus dan kan je ook gebruik maken van het rollend vermogen van die vrachtauto. Maar we krijgen nog een paar drempels. Dus dan kunnen we het hier gaan oefenen. Nu al lichtjes oppakken dat gas. Lichtjes oppakken. Kijk, zie je hoe vloeiender dat gaat? Ja. Draai ik gewoon gelijk veel lekker. Hey, drempel, gas los. Daar zijn we remmen. En klein beetje gas. Juist. Oké, Jochem, we gaan aandokken. Oké. Keuze uit 4 docks. En we nemen dock 4. Ja. Hey, wat is zometeen belangrijk dat je zometeen voorbij de docks rijdt? We gaan aandokken. Ik moet nu de vrachtwagen op een meter afstand van dock 4 parkeren. Maar dit keer zit er niemand naast me. Wat denk je? Gaat het me lukken? Nadat je alle lessen gedaan hebt, ga je natuurlijk op examen. De examinator komt naar het terrein van Blom toe, waarna hij je in 1,5 uur gaat toetsen of je geschikt bent om als vrachtwagenchauffeur de weg op te gaan. Het rijexamen mag helaas niet gefilmd worden, maar de grote vraag is het me gelukt? Hey Jochem, gefeliciteerd. Dankjewel. Geslaagd in één keer, netjes. Hey, je mag een cadeautje uitzoeken. Leuk. En nadat ik het positieve nieuws gehoord heb, mag ik gelijk een cadeautje uitzoeken. Jochem, hey, nogmaals gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heel veel veilig te doen. En dat was het dan. Ik ga afscheid nemen van Bas en voor nu van jullie. Dames en heren, ik dank jullie hartelijk voor het kijken naar deze documentaire Hoe word ik vrachtwagenchauffeur. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben en veel geleerd hebben. Check de site
voor meer informatie. Voor nu zou ik zeggen, houden en bedankt. Vond je dit een leuke documentaire? Misschien vind je deze over het Van Oss Stoommuseum dan ook wel leuk. Klik op de video om hem te bekijken en abonneer om niks te missen van de nieuwste video's.